Nou, de zonnebril op. Ik ga gelijk het kaartje maar even wegbrengen. En ook dat andere kaartje, dat heb ik inmiddels geschreven. En dat kan ook op de bus. Ik was in dubio of ik een jas aan ging trekken, maar ik ga mijn vlies wel even zoeken. Goedemorgen, 7:15. De video staat alweer in de render. Dat is de video van gisteren. Nog even de bullet journal vandaag doen, dan kan ik die morgen weer inspreken. Dat vind ik ook prettig om dat gewoon 's morgens te doen. Even spieken. Nou, de tuinen worden al mooier, alle bloemetjes gaan, al mijn tulpjes zijn aan het bloeien. Ik zal er vandaag eens even doorheen lopen met jullie. Nu nog even naar beneden, tijd voor een kopje koffie en eventjes nieuws kijken. Daar zal er niet heel veel bijzonders in zijn, gok. Maar je weet maar nooit. Alles mee naar beneden. Straks nog even wat gel in mijn haar doen. Ik heb het alleen nog maar even gedoucht en nat gemaakt. Tenminste, gedoucht. En daardoor is het nu nat. Ik moet het wel goed zeggen. Koffietijd. Ja. Dan gaan we weer. Een dagje werken. Dat betekent dat ik van nu tot een uur of 2 zeker bezig ga zijn. Misschien nog wel wat langer. Het ligt er een klein beetje aan hoe het allemaal gaat lopen. Maar ik ga eerst nog even de was ophangen. Die had ik al aangezet vanmorgen. Die is nu klaar. Scheelt dat in elk geval weer? Is dat maar weer geregeld? Een collega gaat ook de was ophangen. Ik had gezegd, ik hoor jullie wel plingen als er nog meer mensen zijn. Maar ik heb tanden gepoetst, ja. Dat kan ik zien. Ik zal nog even mijn gezicht schoonmaken. Het is een idee, zus. Nou, ik zit er klaar voor. Mijn laptop staat klaar. Mijn papiertjes met alle wat mensen nog moeten doen, ligt klaar. Mijn aantekeningenboek ligt klaar. Ik heb aan deze kant een litertje thee. En er staat daar ook nog water. Dus met andere woorden, het komt helemaal goed vandaag. Ik ga aan het werk. Ik zie jullie tussendoor vast nog wel even. Klaar met werken. Het is ruim 2:30. Ik ben echt op een kwartier pauze na aan 1 stuk door bezig geweest. Vanaf vanmorgen 7:45. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga nu lekker eventjes wandelen. Ik denk jullie wel even mee. Ik hoef geen jas aan. Dat is wel heel erg lekker. Het is hier gewoon 20 graden. Binnen. Buiten of binnen is het warmer, denk ik. Oh, 18. Het is gewoon echt super lekker weer, jongens. Echt lekker. Maar ik ga even wandelen, even een klein boodschapje doen, niet voor mij, maar iets ophalen. Ik ga maar eens even kijken of ik nog een klein tasje heb dat ik even om de schouder kan hangen. Want zelf hoef ik niet meer mee, dat is wel fijn. Ik ben weer dubbele potjes aan het koken, eentje voor Timo met, wat zat er, goed, dat pasta. En eentje voor mezelf met courgette en ik heb dit keer een gele courgette, lekker. Qua smaak maakt niet heel veel uit, maar ik vind het gewoon lekker om het erin te doen. Dus ik ga lekker 2 potjes koken. En vanavond ga ik nog wat leuks doen, maar dat moeten jullie maar blijven kijken. Dan merk je het vanzelf. Zo, dit mag even lekker pruttelen. Ik ga eens even een elastiekje zoeken voor mijn haar. Want ik word een beetje simpel van het dat het in mijn oog valt. En nou heb ik al een stuk hier afgeknipt. Dat kun je wel zien. Dat is echt een flink stuk korter. Maar het is even niet anders. Ik ga even een elastiekje halen van boven, denk ik. Want ik heb hier niks meer liggen. Deze kan even naar boven. Ik kan gelijk de puzzels mee. Die heeft Valerie nu ook gedaan. Dus daar moeten we een nieuwe heen. Dat wordt morgen pas. Of overmorgen. Maar even naar boven. Ja, het water staat al op voor de pasta. En mijn prutje staat te pruttelen. Dat moet nu ongeveer een kwartiertje even pruttelen. Totdat de tomaatjes echt goed gaar zijn. Want die waren erg hard vandaag. Zonde. Kijk. Bitter. Maar het is niet anders. Soms heb je dat van die blikjes. Ja. En de tomaatjes uit de winkels, het is nog geen smaak aan. Maar goed, ik ben ook niet in de winkel geweest. Dit is allemaal uit de voorraad. Morgen ga ik wel even wat verse dingen halen, maar dat is het dan ook. Even maar, vandaag is het een relatieve rustdag qua wandelen en lopen en zo. Ik ga dus weer op de home trainen vanavond. 3 kwartier straks. Maar we kregen net het trieste nieuws dat er iemand is overleden. Dus ik ga dan gauw even een kaartje halen en dat even wegbrengen. Dat vind ik dan wel zo. Ja, je kunt nu niet heen. Je kunt niet naar een begrafenis of dat soort dingen. Dus ja, dan maar even zo.
een kaartje. Ja, ik vond toen mijn vader overleed het heel fijn om medeleven op die manier ook te krijgen. Dus ik ga maar even een kaartje halen. Kleine moeite, toch? Nou, de kaartjes binnen. Het wordt er een met bloemen, omdat hij ontzettend van bloemen hield. Het wordt deze. En ik kreeg nog een post binnen. We hebben hier een nieuwe postbode. Die moet nog even wennen, denk ik. Want het is al de derde keer dat hij langsloopt met de derde keer iets anders. Maar dit zijn hartjes voor de sfeer. Hashtag hartje voor de sfeer. Of www.hartjevoordesfeer.nl. Kun je gratis hartjes bestellen. Ik heb er een aantal besteld en die ga ik opsturen. Nou, onder andere mijn moeder. Maar ook naar wat andere mensen die ik even een hart onder de riem wil steken. Dus dat ga ik nu eerst even regelen. Dan loop ik even naar de brievenbus. Dan... Oh, kerstpostzegels. Een beetje vroeg. Is dat ook geregeld, zeg maar. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. En je kon ze gratis bestellen. Ik denk, ach, waarom ook niet. Nou, de zonnebril op. Ik ga gelijk het kaartje maar even wegbrengen. En ook dat andere kaartje, dat heb ik inmiddels geschreven. En dat kan ook op de bus. Ik was in dubio of ik een jas aan ging trekken, maar ik ga mijn vlies al even zoeken. Ik weet alleen niet waar mijn roze vlies is gebleven. Ik denk boven op mijn bed. Vanmorgen heb ik hem nog aangehaald, want toen was het echt gewoon koud boven. En nu is het gewoon super lekker weer. Ik weet niet eens hoe warm het buiten is. Zal ik eens even spieken? Oh, het is nu nog 20 graden, het is 5:15, dus ik bedoel maar. Ja, gewoon hartstikke lekker weer. Maar daarna ga ik even op de home trainen. Dus dan ga ik lekker mezelf in het zweet werken. Goed idee. Zo, even pauze. Home trainer. Shirt aan wat daarna in de was kan. Ik ga lekker een kleine 3 kwartier fietsen. Want ik red het niet helemaal. Want ik moet om 7:30 klaar zitten achter de computer. Dus ik ga gauw beginnen. 10 minuten voor tijd. Ik vind hem goed van mezelf. Ik ga nog even water pakken. En ik heb hier al mijn avondsnackje gezet. Een blokje kaas en wat nootjes. En dan ga ik eens even de laptop opstarten. Ja, ga ik zometeen de moderator zijn in de live chat van de groentjes. Zoals Sarah dat vorige week voor mij deed en hopelijk morgen weer, moet ik nog vragen. Ja, dat is superleuk en ideaal. En ik vind het fijn dat zij het voor mij wil doen, dus ik doe het heel graag voor haar terug. Ik heb al lekker even gedoucht. Ik heb een 30 minuten gefietst, want ik dacht, ik moet ook nog eventjes douchen. Dus ik ben nu schoon en droog en ik ga lekker eventjes een flesje water pakken. Nou, ik zit er klaar voor. En er zijn er nog meer. Er zijn er echt al een heleboel. Ik zie ook mensen die bij mij wel kijken, dus dat is superleuk. Maar nog 50 seconden. Zo ziet het er dus aan de andere kant uit. En we zijn nu aan het wachten op de groentjes met z'n allen. Nou, zo zit ik er dus bij, terwijl de livestream daar gaande is. Ik heb hier geen boxjes, maar kijk, ze zijn live nu. En ondertussen hou ik de chat in de gaten, haal ik berichtjes eruit die echt niet kunnen. Maar het valt reuze mee. Mensen zijn super netjes naar elkaar. Nou, dat was super leuk om te doen, maar ook super netjes. En we hebben mensen zich gedragen, echt top. En dat is wel eens anders in andere chats, waar ik ook wel eens naar lives kijk. Dat mensen echt gewoon... Nou ja, niet normaal reageren, zeg maar. En dat is gewoon jammer, want het is helemaal niet nodig. Maar goed, morgenavond ben ik weer live 7:30 op YouTube. Het bevalt me goed, dus ik ga dat gewoon weer doen. Ja, ik doe vast even het gordijn dicht en zo. Ik ben toch niet heel veel meer van plan. Ik ga ook vast mijn pyjama aantrekken. Dat is Sarah nog even. We waren nog even wat nakletsen. Ik ga lekker nog even mijn boek lezen. Hij ligt hier, maar ik ga hem lekker mee naar beneden nemen. Maar lekker pyjama uit, aan en schoenen en sloffen aan. Koude voeten. Dat was ik vergeten, maar ik kon niet even weglopen natuurlijk. Dus ik heb nu hele koude voetjes gekregen in de gauwigheid. Dus wel boekje lezen, tv aan. Er is vast nog wel even iets wat op de achtergrond aan kan staan. Waar ik niet al te veel bij hoef op te letten. En dan een beetje op tijd naar bed. Ik heb vannacht weer slecht geslapen of slecht. Ik slaap heel kort. Ik val heel makkelijk in slaap, maar dan word ik tussendoor een keer of 4, 5 wakker. En dat is gewoon heel irritant. Ik ben aan het wachten totdat het stukje over de passion komt in Jinek. Maar tot nu toe is het al, even kijken, een dik 30 minuten alleen maar over blijf thuis, corona. Ik snap het wel, maar op een gegeven moment is het ook wel een beetje... Ik heb Jinek aanstaan, ik heb het geluid even uitgezet. Want ik ben aan het wachten tot er een stukje komt over de passion. Die is morgenavond, weliswaar niet live. Maar zoals jullie weten, ben ik fan van, of minstens fan van, ja, ik denk het wel dat dat het goede woord is van Sip van de Ploeg. En dat vind ik natuurlijk super leuk als
toen hij in de allereerste Passion Jezus speelde. Ik vind sowieso het een heel mooi stuk uit de Bijbel, dus het spreekt me al heel erg aan. En hij deed het gewoon heel goed, ja, zonder meer. En nu is er dus vanavond een stukje op tv over een Jinek, maar ik moet even wachten nog, want het is nog niet. Ik wacht nu al een half uur. Ik hoop dat het toch zo meteen wel komt, want ik wil eigenlijk wel gaan slapen. Ik ben best moe. Het is nu, wat zegt hij, 22 uur. 20, ja, dat klopt niet helemaal. Het is 22 uur 10, dan loopt 10 minuten voor, denk ik ongeveer. Om een of andere reden doet mij wekken dat. Ik heb geen idee waarom. Ik zal mijn telefoon eens even van de lader halen. Die is vol, kan de lader weer uit stopcontact. Kan de stek weer naar beneden. En dit is de stekker van mijn wekker, die zullen we er maar niet uittrekken. Zo. En dan kan het snoertje weer hier hangen. Dan hoef ik morgen niet te zoeken als ik hem zoek, want ik laat hem in principe alleen maar hierop. Nou. Ik ga gewoon wachten. Dus morgens kijk ik altijd eventjes wat de laatste clipje was wat ik heb opgenomen om te zien of ik... de dag, zeg maar, heb afgesloten. Nee, niet gelukt gisteren. Dus dat moet ik nu nog even doen. Het is inmiddels al donderdagmorgen. Het is bijna 8 uur. Ik heb lekker een poos in bed nog gelegen. Ik heb wat pijn in mijn rug de laatste dagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de buikspieroefeningen die ik aan het doen ben. Dus die stop ik maar weer even mee. Dat had ik de vorige keer ook. En de fysio weet ook niet precies wat het nou is. Maar dat gebeurt elke keer. Het is echt de hernia plek. Waar ik echt pijn van heb. En als dan een poosje plat op mijn rug ligt, dan gaat het alweer. Dus, maar ja, s'nachts dan draaien waarschijnlijk. Of ik lig op mijn zij. Maar goed, het is nu ochtend. Ik ga opstaan. Ik ga zorgen dat ik lekker schoon en fris aan de dag kan beginnen. En dan ga ik eerst eens voor jullie aan de slag. Een heleboel video's uploaden. Thumbnails maken. En dan zie je jullie die video vanzelf verschijnen. Ik wens jou in elk geval een hele fijne dag. Als je deze video's morgens kijkt. En kijk je nou 's avonds. Slaap lekker, heb mooie dromen. Tot morgen. Doei.